deze video laat ik je zien hoe je dit borduurwerk kan maken. Ik laat je stap voor stap zien. Het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar dat is het helemaal niet. In de shop vind je ook een pakketje met alle benodigdheden en daarbij zit ook het patroontje voor dit borduurwerk. De link voor het pakketje zit in de beschrijving. En ik ga je nu laten zien wat je allemaal nodig hebt en hoe je begint. In de borduurkit zit onder andere borduurstof, een borduurring en garen en het patroon. Het patroon ziet er in je kit iets anders uit. Wat er niet bij zit is deze Pilot Friction Pen. Ik raad je wel aan om een pen te hebben voor het overtrekken van je patroon. Deze pen is super handig omdat als je hem stoomt dan verdwijnt de inkt. Dus op die manier kan je heel makkelijk op je stof tekenen. Maar de inkt verdwijnt en daardoor zie je niet meer wat je uiteindelijk hebt getekend. Om het patroon op je stof te krijgen gebruik ik dus deze pen en het patroon. Om hem over te trekken kun je gebruik maken van een lightpad of van je raam. Het makkelijkste voor mij is om een lightpad te gebruiken. Je legt de lightpad onder het patroon en vervolgens leg je de stof daar bovenop. En op die manier kun je hem heel makkelijk overtrekken. Vervolgens leg je de stof goed recht op het patroon. Het mooiste is om daarbij op te letten dat de lijnen van de draad, dat die horizontaal en verticaal over het patroon heen lopen. Dus als het ware, je hebt alle lijnen van de draad gaan of omhoog of zeg maar horizontaal. En dat maakt het je straks het makkelijkste met het borduren zelf. Het ziet er ook het mooiste uit. Leg ook eventjes de ring erop om te kijken van, ligt de stof goed verdeeld? Past straks het hele stof in de borduurring, want het zou zonde zijn als je hem per ongeluk verkeerd hebt overgetrokken. En dan begin je met de lijntjes volgen. En je ziet dat ik steeds met mijn duim en wijsvinger de stof ietsjes uit elkaar trek. Dat helpt mij omdat de stof ligt dan heel erg plat op het patroon en daardoor kon ik de lijnen beter zien. Als je er bovenop zit, dan kan het namelijk een beetje lastig zijn om de lijnen goed te zien. Let er dan wel op dat je de stof niet te ver uit elkaar trekt en waardoor de stof verplaatst. Je moet er eigenlijk gewoon goed op letten dat je de stof niet te veel verschuift over je patroon heen. Dan is nu het hele patroon getekend en dan doen we de stof in de borduurring. Leg de ring zonder de sluiting leg je onderop. Daarop leg je de stof. Zorg ervoor dat je patroon mooi verdeeld zit over de ring. En dan trek je de stof helemaal mooi strak. Ik heb hier eventueel ook een losse video van op mijn YouTube kanaal. Dan beginnen we met het borduren zelf. En op het patroon staat aangegeven welke vlakken welke kleuren hebben. En ik begin met de kleuren voor de broek. Ik pak steeds ongeveer stukjes garen van zo'n 60 tot 80 centimeter. En borduurgaren bestaat uit 6 draden en het is een splijtgaren. Dus je kunt er zelf voor kiezen hoeveel van die draden je uiteindelijk gebruikt. Voor de broek gebruik ik 3 draden, dus je splijt het garen in 2. En vervolgens doe je de draad door de naald heen. Soms eventjes puzzelen. Je kan makkelijke trucjes ervoor gebruiken. Je kan ook een draaddoorhaler gebruiken. En dan beginnen we met borduren. In dit patroon zit eigenlijk heel erg veel satijnsteken. En wat het inhoudt, je komt met de naald naar boven. Dan ga je weer een keer naar beneden. En dat blijf je eindeloos herhalen. Uiteraard wel belangrijk om van tevoren eventjes een knoopje in je garen te doen. Want anders blijft het garen natuurlijk niet hangen. En zo ga je eigenlijk gewoon de broek van beneden tot boven ga je die zo borduren. En het leuke is als je dit op die manier zo borduurt, dan zie je echt de naad van de zijkant van de jeans zie je dan goed zitten. En dit is een tijdrovend klusje omdat het zo'n groot oppervlakte is. Wat je eventueel zou kunnen doen is, zoals je hier ziet, dat je de naald eronder steekt en gelijk weer naar boven laat komen. En zodat je niet met je hand aan de achterkant van je ring hoeft te zitten. Moet je even kijken wat je zelf het makkelijkste vindt, maar dat kan in ieder geval allebei. En dan gaan we door met het shirtje en daarvoor wilde ik een beetje een gebreid effect krijgen. En daardoor doe je eigenlijk gewoon basissteken her en der. Dus je houdt ze wel horizontaal. Alleen ja, de volgorde maakt niet zo heel erg veel uit. Je ziet ook dat ik echt gewoon van hot naar her ga. Eigenlijk wil je gewoon het truitje mooi opvullen, het stukje.
En zolang je maar een beetje horizontaal blijft gaan, krijg je echt een leuk effect van een gebreid truitje. Het is je inmiddels waarschijnlijk ook opgevallen dat deze tutorial vrij lang is. En dat komt omdat ik gewoon graag wil laten zien in welke stappen ik het borduurwerk heb gemaakt. Ik blijf niet de hele tijd praten, dus tussendoor komt er gewoon een gezellig muziekje. En als er weer wat belangrijks te melden valt, dan hoor je me weer. En je zal ongetwijfeld aan elke keer als er een stukje garen op is, dat je weer met het nieuwe stukje moet beginnen. Dan denk je, hoe kan ik nou aan de achterkant het afwerken? Zorg ervoor dat je gewoon twee hele strakke knoopjes aan het einde van het garen doet, zodat je garen vast zit en niet meer los kan gaan. Zoals je ook kan zien aan de achterkant van mijn borduurwerk is dat het nog best wel redelijk netjes uitziet. Probeer dat voor jezelf ook zo te houden, want al krijg je echt een bulk aan garen aan de achterkant, dan is je garen en heel snel op en het is gewoon zonde van je garen. En dan gaan we de roosjes maken en dat lijkt misschien heel intimiderend en lastig, maar dat is het helemaal niet. Je maakt eerst met 5 basissteken maak je de vorm van een sterretje. En het belangrijkste is dat je er echt 5 gebruikt en niet bijvoorbeeld een even aantal. Dat komt omdat je straks zigzaggend door het sterretje gaat weven. Als je die 5 steken maakt, let er dan op dat ze allemaal even groot zijn. Anders dan hou je straks een uiteinde van een basissteek over. Wat je nu ziet is, ik ga met de naald onder één zo'n draad. Erboven, eronder, erboven, eronder. Dus als het ware weef je door het sterretje heen. En dat is ook de reden waarom je er dus 5 steken moet gebruiken en niet een even aantal. Je zou bijvoorbeeld ook 7 of iets dergelijks kunnen gebruiken. Omdat je anders steeds op hetzelfde plekje uitkomt en op deze manier weef je er echt ongelijk doorheen. Als je die af hebt, dan kan je gewoon verder gaan met de volgende. Met die bloemetjes is het leuk om zelf een beetje te variëren qua grootte en qua kleuren. Je kan uiteraard de kleuren gebruiken zoals ik ze heb gedaan en staan aangegeven op het patroontje. Maar je kan er ook zelf een beetje in variëren. Thank you.
De reden dat ik eerst alle bloemetjes maak is omdat dat echt de eyecatcher van het patroon is. Dus het zou zonde zijn als je dat boven het borduurwerk van de rest moet leggen. En dat is natuurlijk ook gewoon zonde van je tijd. En zoals je hier ziet, maak ik dan een groter bloemetje. Het enige wat je dan hoeft te doen is vaker door het bloemetje heen weven. En dan heb je een wat groter bloemetje. Je kan dezelfde kleuren en variaties dus gebruiken als ik op patroon heb gedaan, maar voel je vooral vrij om zelf te experimenteren. Dan zijn alle bloemetjes zo ongeveer gemaakt. Of tenminste, ik heb nu in ieder geval heel wat bloemetjes heb ik al zitten. En dan ga ik de armen borduren. En ik doe dat over de breedte van de arm. Weer allemaal basissteken en die ga je herhalen. En zodra je de arm hebt staan, dan kan je het truitje verder afmaken. En het truitje kan je dan verder afmaken en opvullen totdat die drie roosjes, die grenzen aan de arm, kun je die in ieder geval vast opvullen. Zoals je ziet heb ik nog niet helemaal het truitje afgemaakt, omdat ik weet dat ik daar nog wat blaadjes wil maken. Dus ik heb het zover mogelijk heb ik het opgevuld en denk bij die steken van die breisteken, denk dan aan hoe de breisteken ongeveer zullen zitten van het truitje en daar krijg je een beetje een levend beeld van. En op die manier heb ik dus die steken overdwars gemaakt. Zoals je kan zien ga ik gewoon her en der blaadjes doen. En hoe je dat doet is over de lengte van het blaadje maak je een steek. Je ziet dat ik verschillende soorten vormen heb gebruikt. Je hebt eigenlijk gewoon een basissteek en met die basissteek kan je eigenlijk een soort bladnerven maken. Dus bijvoorbeeld de middelste doe je over de lengte, dan doe je een steek ernaast die wat smaller is. En op die manier ga je het dan voor de rest opvullen. Het ene blaadje is wat groter dan het andere blaadje. En uiteraard moet je ook nog eventjes de bloemenstelen maken die ik dan nu heb aan het maken ben. Voor de rest ga je dat dus nog verder opvullen en denk je van nou daar mis nog een bloemetje. Dan borduur je nog een bloemetje bij en denk je oh daar moet nog een blaadje. Dan zie je hier zo van dan vul ik gewoon het stukje op met nog wat groen. En die gaatjes die je daar dus nu ziet, daar wil ik nog wat bloemetjes maken. Dus daar ga ik nog verder de bloemetjes maken. En als allerlaatste werk ik nog de schoenen af. En dat zijn weer basissteken. Ik werk zeg maar soort onder het elastiek heen en die doe ik nog met een ander kleurtje. De variatie is eigenlijk in die satin stitches of satijnsteken. De variatie daarvan is hoe breed je die maakt. En op sommige stukjes zijn die heel smal en op andere stukjes zijn die wat breder. Thank you.
vervolgens werk je nog de schoenzolen af. En dan is het hele borduurwerkje alweer klaar. En dat was hem alweer. Ik hoop dat alles duidelijk was voor je. Heb je nou nog vraagjes? Laat ze even weten in de comments. En heb je het borduurwerkje gemaakt? Superleuk als je me tagt in het resultaat. En ik zie je snel weer. Doei!